Ondertussen op GNHQ en we waren er een beetje laat mee en we kregen hem ook een beetje laat, eerlijk gezegd. Maar ik wilde het jullie toch niet onthouden. De unboxing van misschien wel de tofste special edition, tenminste welke goodie die erin zit die ooit is geschenen. Dat is natuurlijk Call of Duty Ghosts, de Prestige Edition. We kregen hem binnen en ik ben er zelf heel erg blij mee, want ik ben gek op camera's. We hebben ook zo'n GoPro hebben wij liggen en die zit dus hier ook in. Het is niet officieel een GoPro, maar het is wel zo'n ding wat je dan, wat je dan op je hoofd zet. Dus, ja, dit is hem. En heel veel mensen, sowieso de eerste 500 first look, die hebben hem natuurlijk al lang. En als je zelf fan bent, heb je hem natuurlijk al lang gepreorderd. Maar dit is hem. Wacht even, die doos, hè. Het is echt heel stevig materiaal ook. Ik krijg niet eens... Au, peperkut. Zo. Het is wel een stijlvolle doos, toch, Leon? Zeker. Absoluut. Nou, er zit hier ook zo'n lipje, dat is gemaakt met magneetjes. Nou, dat is echt zo Apple. En zo, kijk, nou, dit is de inhoud van de Call of Duty Ghosts Prestige Edition. Je kan zeggen wat je wil, maar het ziet er wel echt vet uit. We hebben hier natuurlijk de game. X360, Seal Broken zit erin, DLC en zo. We hebben hier, ja, dit vind ik zelf... Ik ben hier geen groot fan van, maar goed, als je fan bent van de game kan het heel mooi zijn. Namelijk een soort van armband. Een armband van de game. Het zit wel stevig, die krijg je niet zomaar los, kan ik jou vertellen. Maar de vraag is eigenlijk, hoe maak je hem vast? Laat je dat doen? Nou goed, je hebt een broer of zus of moeder nodig om dit vast te maken. Maar goed, dan zit het ook, dus dit is de armband. En dan eigenlijk waar het allemaal om draait, en hij zit echt heel erg mooi verpakt. Ik hoop dit ook, dit vind ik een saillant detail, hè. En hij is heel mooi verpakt en dat is de camera. Die zit in dit doosje. Of een hoesje. Jezus, wat vet zeg, hé. Ik kan echt niet anders zeggen dan dat ik dit echt episch vind. Zo, open. Remove the play. Jamie. Oh, wacht. Gelijk over naar Jamie, dat ik het niet snap ook echt. Maar er moeten ergens batterijen in, denk ik. Of, hoe zit dat? Jemig, wat vet zeg, hé. Hey. Er moet een micro SD kaart in, Jamie. Kom eens kijken. Hebben wij een micro SD of niet? Nee. Oh, die zit erbij, joh. What the fuck? Kosten nog moeite. En dit vind jij ook echt super vet. Kijk dan. 4 gig micro SD. Klik. Professioneel allemaal. Echt hè? Ja, als we moeten vooruit spoelen dan komt het hoor. Je moet alleen even uitvinden waar de batterijen moeten. Is dit een boekje bij? Waar niks in omschreven staat. Ik zie het ook niet. Misschien erop slaan? Oh wacht, er zit hier wel een schroefje. Ja, daar zat ik ook aan te kijken. Maar ik heb niet zo'n schroevendraaier. Het helemaal... Zou je dan niet ook verstopt? Anywho, wacht. Niet zo iets. Quick start guide. Quick start guide, fuck it, vet. Quick start, dat is wel anders dan het vliegtuig. Dat is echt een hele map. Oh, je moet hem denk ik gewoon opladen, joh. Maar zal hij het al doen dan? Zal er wel... Nou goed, dan moeten we hem opladen en dan doet hij het. Maar kijk hoe fucking vet die is, Lee. Ja, super. En je hebt ook allemaal opzetstukjes, hè. Dat je zeg maar kan hem op je hoofd zetten en dat soort dingen. Nou goed, dit is hem. De Call of Duty GoPro. En bij de Games at Game Awards, waar we altijd langs gaan met iedereen, dan gaan we hem gebruiken. Om ook die alles te filmen vanaf ons hoofd. Dus dat wordt super vet. En ook nog even een kleine teaser. De volgende unboxing, ik kan niet vertellen wanneer het precies is, maar de volgende unboxing die we zullen filmen, is de PlayStation 4. PlayStation 4. Wordt heel vet.